kijkt naar een nieuwe vlogmasdag video. Het is vandaag maandag 18 december. En ik ga zo meteen naar mijn werk toe. Het is echt nog heel vroeg. Het is 7 uur. Maar ik moet nog even ontbijten. En mijn spullen inpakken. Maar ik heb dus mijn make-up al gedaan. En dan ga ik vandaag weer een dagje werken. En dit is mijn laatste weekje. En dan heb ik kerstvakantie. Dus echt heel veel zin in. Ik ga in ieder geval nu eventjes mijn spullen inpakken. En ik heb eindelijk weer al mijn ringen om. Want ik heb ze gevonden na de verhuizing. Nou, ik ben aangekomen op werk. Ik moet nog een aantal dingetjes doen. Even wat dingen voorbereiden. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En even inloggen. Ik heb ook eindelijk weer mijn ringen gevonden. Dus ik voel me helemaal weer compleet. Met nieuwe nagels erbij. Zo. En ik ga eventjes wat spulletjes opruimen. En dan ben ik helemaal klaar. Weg naar Nederland. Goede koeling is dan ook essentieel. De vruchten worden in een gekoeld overslag. Jullie hadden dus helemaal gelijk, die avocados moeten dus van ver komen. En hoe lang duurt het dus ongeveer voordat die avocados in Nederland? Dat duurt ongeveer 2 weken. En daarnet, toen zagen jullie op dat plaatje, bij deze, stond daar Rotterdam. Maar meestal als we over Nederland hebben, dan hebben we het over Amsterdam. Maar waarom staat er specifiek op dit plaatje Rotterdam, denken jullie? Het is toch raar dat er opeens Rotterdam staat? Omdat Rotterdam is een hele grote havenstad. Dus de meeste avocados die naar Europa komen, die komen dus aan in Rotterdam. Dus daarom hebben ze Rotterdam staan. Dus hoe komen ze dan naar Nederland? Met het vliegtuig? Met de boot. Oké, gaan we kijken. Er waren een paar woorden dat ik dacht, logistiek. Wat is logistiek? Jij bent nu jarig, Ieper de Mimora. Kom maar naar voren, we zingen met elkaar. Jij bent nu jarig, Ieper de Mimora. Hey! Oh! Lang zal ze leven, lang zal ze... Nou, ik heb even een tosti gemaakt. En ik ga zo meteen nog even dit doen. En ik ga zo meteen nog die spelling dingen goed doen. Dus ik ga nu eventjes lekker eten. Nou, ik heb pauze, dus jullie gaan me wel met rust. Er liggen dus 12 plaatjes verstopt door de klas. Bijvoorbeeld hier is nummer 4. Dit is Skijek. En dan moeten ze achter nummer 4 moeten ze Skijek schrijven. Met een streepje natuurlijk, hè. Ski, streepje, oh, dit zo. Ja, top. Het is na schooltijd. Mega drukke dag was het. Maar ik heb alles gedaan en het bord is gedaan. Dus ik moet nu nog de laatste dingetjes even in orde maken. En ze hebben dus nu allemaal hun rendier af. Ik vind het er echt heel cute uitzien. Als hij scherp stelt. Dus dat ziet er nu zo uit. En morgen, dat kan ik ook wel eventjes laten zien, we hebben woensdag een kerstdiner in de klas. En dan moeten ze hier vaccinelichthoudertjes van maken. En ze mogen morgen met vloeipapier of met stiften mogen ze die potjes dan versieren. Dus dat is wel heel leuk. En verder moet ik nog eventjes dingen afmaken, dus dat ga ik nu gelijk even doen. Nou, ik heb alles voorbereid en het bord is dus ook in orde. Ik moet alleen dus nog even deze kerstkaartjes doen, want deze krijgen ze mee. En ik maak dus een automatisch berichtje voor alle kinderen. Dan knip ik dat uit en dan plak ik dat in de kerstkaarten. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ik ben thuis van werk. En deze was ligt hier dus nog. En dit ga ik gelijk maar even opruimen. Want ik heb er anders echt geen zin in. Dus ik ga nu eventjes deze spullen op het bed gooien. En dan ga ik ondertussen even een filmpje kijken. En dan ga ik dit even opruimen. Geen zin in, maar ja, het moet. Nou, ik ga ondertussen even een filmpje kijken.
En dit is dus onze bak met sokken. En hier zitten dus alle sokken in. Alleen, het is heel irritant. Er zit zoveel in dat ik het even nu ga uitzoeken. Want anders wordt het echt een chaos. Dus ik ga een filmpje kijken en dan ondertussen die sokken even sorteren. En ik denk dat mijn vriend daar heel blij mee is als dat gesorteerd is. Dus dan doen we dat maar. Ik heb echt best wel veel opgeruimd, dus ik ben helemaal trots. Ik wil niet te veel doen, maar gewoon even de was heb ik gedaan. En daardoor is dit kamertje nu echt gewoon clean. Dus ik hoop dat mijn vriend er ook blij mee is. Kijk, dit gaan we dus gewoon in de vakantie opruimen. En ik ga dus nu eventjes lekker koken. Ik ga pasta maken. Dus dat is de planning. Kijk, en dit waren de foto's van het Amsterdam Winterparadijs. Heel cute. En die wil ik dus eigenlijk even aan de koelkast hangen. Maar dan moet ik even zo'n magneetje kopen. Of voor hier aan de zijkant. Dat vind ik wel heel cute. Nou, ik ga pasta maken. Het is eigenlijk een hele simpele pasta. Maar hij is wel heel lekker. Wat je nodig hebt is gehakt. 300 gram. En dan heb je nog twee dingen nodig. Die staan, als het goed is, moet ik ze even pakken. Deze heb je nodig. Je hebt pasta nodig, logisch. En je hebt deze zak nodig. En deze maakt dus echt een hele lekkere saus. Echt een aanrader. Ik vind bij volkoren pasta niet echt verschil. Dus ik ga deze gewoon even hierin doen. En dan ga ik de saus maken. En ik doe er nog ook tomaten en zo doorheen. Nou, zo ziet de saus eruit. En ik ga dus nu even de pasta koken. En dan ga ik lekker eten.